Meneer Tobak, we hoorden hier daarnet ook tijdens het gesprek harde taal, zal ik maar zeggen. Meneer Bourgeois zei, we hebben al decennia geduld. Ik hoor van meneer Schoepen, ze jagen de Vlamingen in de gordijnen. Zulke taal hoorde je vroeger ongetwijfeld ook, toch? Nee, niet nee, op die manier. Niet op die manier? Nee. Je hebt nog heel lelijke dingen over. Maar ja, en Van Miert zei daar even nog lelijke dingen over u. Ja, Annemie, maar hij heeft zich achteraf geëxcuseerd. Maar nee, er werden uiteraard lelijke dingen gezegd. Van ik niet, maar al die anderen. Maar wat is dan het verschil? Wel, ik zeg nog een keer, het verschil is dat sinds 150 dagen kijk ik met stijgende verbazing naar wat er gebeurt. Er is ten eerste geen leiding in deze formatie. Dat is één. Ten tweede, men wil allerlei dingen waar men geen meerderheid voor heeft. Mm-hmm. Ja? Dus je kunt de één wil absoluut Reinders en regering zonder de PS. Ik kan me dat best voorstellen dat hij dat graag wil. Dus en dat dat een revolutie maakt in Wallonië, dat zal ook wel zijn. En dat zal Gérard Depree niet tegenspreken. Zeker. De ander wil Brussel alle Vilvoorde splitsen zonder er een prijs voor te betalen. En wil daarboven nog een verregaande staatshervorming. Maar dat hoor je dan ook waarvoor hij geen tweederde meerderheid heeft. Ja, onverzettelijkheid je kunt ook dat, bij de Je kunt dat allemaal tezamen niet bekomen. Je kunt heel makkelijk een oranje-blauwe maken. En dat is ook het verdict van de kiezer trouwens. Ik vind dat vervelend van dat moeten zeggen. Maar het is zo. Ja? Ja. Dus je kunt heel makkelijk oranje-blauw maken. En je kunt met dat oranje-blauw Brussel alle Vilvoorde splitsen. Maar je kunt dan geen verregaande staatshervorming maken. Alleen met de 81 zetels van die oranje-blauwe. Dus men wil de maan, men wil, het, om het uit het Frans te vertalen, de boter en het geld van de boter. En dat lukt natuurlijk niet. En ondertussen, ik kijk met stijgende verbazing, want als het nog 200 dagen kunnen rekken, dan hebben ze misschien de hele voetbalcompetitie van Standaard uitgezeten. Hè? Ja. Ja? Goed, dus, dat is ook wel dus het moet wel heel ernstig zijn in dit land. Hè? Dat ze gaan alle zaterdagen samen naar de voetbal. Ja. Ja? Ja, mevrouw Nijts, u met uw Europese ervaring, vinden ze ons in het buitenland nu amateurs? Het is niet zozeer dat ze ons amateurs vinden, maar ze kijken met groeiende verbazing naar ons. En dat is eigenlijk over gans de wereld. En ik zeg dit nu zonder overdrijven, maar ik heb gisteren een delegatie uit de Volksrepubliek China ontvangen met het hoofd van de internationale divisie van de Communistische Partij. Die speelt dus een belangrijke rol. En die heeft mij een hoop vragen gesteld over wat er in België aan de gang was. Het is bijna de paradoxale situatie. Gans de wereld maakt zich zorgen, echte zorgen over wat er hier gebeurt, behalve wij. Ja, meneer Depree. Dat is een beetje vreemd. Denkt u dat het problematisch wordt, de zorgen van het buitenland over ons land? Ja. Alle collega's die ik ken in het Europees Parlement zijn niet alleen maar verbaasd, maar ook ongerust. En in een zekere maat boos op de Belgen. Waarom? Omdat in het geval van splitsing van België, dat zou betekenen dat het niet mogelijk is samen te werken in hetzelfde staat, in dezelfde staat, met mensen die verschillen qua taal en qua rijkdom. En dat is precies wat wij proberen te doen lukken op Europees niveau. En legt u hen dan niet uit dat de splitsing er niet komt? Dat zou een catastrofaal teken zijn voor gans Europa. Dat is de reden waarom. En legt u hen dan niet uit dat de splitsing er niet komt? Ik ben een federalist. Ik ben bereid meer autonomie te geven aan de gewesten en de gemeenschappen. Maar ik wil het behoud van een Belgische federale staat waar alle Belgen thuis zijn. Ja, meneer Tobak, dan denk ik als die regering er komt, dan is dit allemaal toch vergeten en vergeven. Het zou een heel goede zaak zijn voor dit land dat er een regering kwam en snel. Ja. Zelfs een oranje-blauwe. Ja, ik zou zelfs een oranje-blauwe. Ja. Want een slechte regering is beter dan geen regering. Maar dan spreekt niemand hier ik toch vind nog dat over. Men. Nee. Ik ben van mening en ik heb geen Europese contacten, maar
wat nu bezig is, omdat het uitzichtloos is, dat zei ik al een keer. Omdat er geen perspectief is, en hopelijk is er morgen vroeg geen, hè, dus dan trek ik alles terug wat ik gezegd heb. Maar omdat er geen perspectief is, begin je schade te lijden. Mochten we nu niet in de euro zitten, dan was de frank al lang beneden de bodem van het, EMS, het Europees Muntsysteem. En dan stonden we nu aan interesten van 10%. We kunnen ons deze kinderachtigheden, die nu al 150 dagen duren, we kunnen deze kinderachtigheden, want dat is het uiteindelijk toch. Hè. De formateur die zegt, en nu is het genoeg geweest, en nu gaat iedereen zwijgen, hap, een race van 6 verklaringen in de loop van de weekend. Zowel aan de Franstalige als aan de Nederlandstalige kant, zowel aan de Nederlandstalige dan aan de andere kant. Van onderhandelaars, hè? Van mensen die geacht zijn van aan de tafel van de onderhandelingen te zitten. Leg mij nu uit waar dat het begin van serieus nog is daarin. Nergens meer. Dus nu beginnen we schade te lijden door de kinderstreken die niet onder controle worden gehouden. En dit gaat niet meer over een principieel Vlaming zijn of principieel Franstalig zijn. Ja. Dit zijn kinderstreken in hoofden van Maigret en van de Wever en van een aantal anderen. En het is aan het kapotmaken waar we jaren voor gewerkt hebben. Dat is de waarheid. Oké, dat lijkt mij zeer duidelijke taal. Louis Tobak, Anne Minijts en Gérard Depré, bedankt voor dit gesprek.